Toen ik auditie deed, dacht ik trouwens dat het ging over een BO in Wenen. Want er stond BO Wien. Ik had nog nooit van de naam Bo Wien gehoord. Ik denk, wat is dat? Dus ja. Ik dacht, oh, gaan we naar Wenen? Nee, zo heet je. Ik denk, oh. Hey, wat ontzettend leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomertijden. Met vandaag hier in Hotel De Rozenboom, bij mij aan tafel te gast Erik de Vogel, oftewel Ludo Sanders. De soapschurk van Meerdijk natuurlijk. En één iemand met wie hij heel vaak in de clinch lag was, Boeien Galema. Ja, en dat is natuurlijk actrice Tanja Jess, ook bij mij te gast hier. Welkom Erik en Tanja. Hebben jullie elkaar lang niet gezien? Is ja, echt heel lang. En het viel me op, ons allebei op, dat je... Als je elkaar dus na 20 jaar bijna niet gezien te hebben, opeens weer ziet hoe vertrouwd dat is. Ja, ik voel dat ook meteen. Als we hebben meteen aan het kletsen en grapjes aan het maken. Ja, ik voel ook een afstand. Ja. Een beetje afstandelijk. Ja. Nou ja, dit dus. We gaan terugblikken op 30 jaar goede tijden, slechte tijden, hoogtepunten. En ik ga proberen om iets te ontfutselen aan Erik over wat er in het nieuwe seizoen gaat gebeuren met Ludo en Richard van Noten. Nou, noem maar eens een zijweg. En we gaan natuurlijk ook in Daily Talk weer praten over hoe het gaat in jullie privéleven. Laten we snel gaan beginnen. Erik, jij speelt al vanaf seizoen 6 de rol van Ludo Sanders. Jij hebt heel wat vrouwen het leven heel ingewikkeld gemaakt. Die hebben ook jou geprobeerd te ruïneren. Exact. En omgekeerd. Dat is het. Dat is het. Maar één persoon die altijd een hele warme plek in het hart van Ludo heeft, is natuurlijk zijn grote liefde Janine Elschot, gespeeld door Caroline de Bruin. Laten we gaan kijken naar hun allereerste ontmoeting. Ja. Zo, is het proefritje bevallen? Astrid. Tja, het is moeilijk te zeggen op zo'n korte afstand. Hij trekt wel lekker pittig op, maar of hij betrouwbaar is, dat weet ik nog niet. Je moet hem een beetje tijd gunnen. Nou, bijna 25 jaar geleden. Er vanaf, hè? Ja, toen al de eerste scène. Ja, verbazingwekkend gewoon. Dat korte haar van Caroline ook, echt geweldig. Niets veranderd, is er nog steeds prachtig. Nee, het haar is wat langer geworden. Ja. Jij speelt natuurlijk Bowen. Jij stond tussen Ludo en Janine in. Weet jij nog hoe dat was om daar... Nou, ik vond het altijd heel leuk om met Erik en Caroline te werken. Dat was gewoon heel fijn. Maar wat maakte dat dan zo leuk? Nou ja, gewoon allebei heel getalenteerd en heel gedisciplineerd ook. Dus dat was gewoon heel fijn. Nou ja, kon je echt dan, samen iets moois als maken. Als je dan dus samenwerkt met een getalenteerd iemand en je voelt wat er nodig is als acteurs, als collega's, om het in korte tijd het beste uit te halen. Mm-hmm. Dat is een soort gymnastiek met elkaar. En chemie. Ja. Het is een collegialiteit en vriendschappelijk gevoel. En dan kun je heel ver gaan ook. Dan kun je ook kijken hoe ver je komt met elkaar. Juist. Ja. Nou, jij hebt heel wat tegenspeelsters gehad de afgelopen jaren. Wat was jouw favoriete verhaallijn daarin? Of dat je zegt, nou, dat was heel bijzonder qua tegenspeelster. Nou, qua tegenspeelster, daar zit ik mee aan tafel. Wat zeggen? Nee. Ja, je kan natuurlijk eigenlijk niet anders. Maar dit was ook wel een spectaculaire. Iedereen had het erover, hè? Ja. En dat verhaal dat zat gewoon goed in elkaar. Dat was heel erg leuk. Ik weet nog wel een ander verhaal. Dat was Meike Griffioen, mm-hmm. Robine van der Meer. Oh ja. Die kwam aan haar eind in de Curaçaose wateren. Ja. Dat noemen we buitenopname buitenland, BO buitenland. Dat was gewoon een geweldige trip. Ja. Ook omdat Caroline in het verhaal zat. En dat voor ons dus een werkvakantie werd. Ja, ik kan me voorstellen. Dat is nog een extraatje natuurlijk. Toen ik auditie deed, dacht ik trouwens dat het ging over een BO in Wenen. Want er stond BO Wien. Ik had nog nooit van de naam Bowien gehoord. Ik denk, wat is dat? Dus ik dacht, oh, gaan we naar Wenen? Nee, zo heet je. Ik denk, Bowien. Wat grappig. Ja, jij bent al, Erik, bijna 25 jaar een van de boegbeelden van GTST. Wat maakt die rol van Ludo zo bijzonder? Hij heeft altijd een dubbel scenario. En dat maakt dat je, dat hoef je niet te spelen. Dat krijg je gratis. Dus men denkt bij hem altijd, hij zal er wel een dubbele bedoeling mee hebben. En ook al heb ik hem niet, denk je toch. Ja. En dat is prettig spelen. Ik vind het erg leuk ook dat het een rol is die altijd buiten de lijntjes kleurt eigenlijk. Het is ook heel leuk om zijn, wat men dan schurkachtigheid of slechtheid noemt, om dat te verdedigen. Hij zou letterlijk zijn leven geven voor zijn kinderen bijvoorbeeld, of voor zijn vrouw. Ja, dus het altijd een... Ja, en dat hij in het verdedigen van zijn clan over de schreef gaat, ja, dat is legitiem. Ja. Over lijken zelfs. Ja, ja. Ja, maar niet opzettelijk, hè? Ik was net te laat met die hand. Ah, ja. Nee.
Kijk, daar is nog steeds. Gewoon kapot laten vallen. Maar gewoon gedropt heb je me. Het nieuwe seizoen, ja, daar zitten we natuurlijk allemaal heel erg op te wachten. Wat gaat er gebeuren tussen Ludo en Richard van Noten? Volgens mij, nu waar we geëindigd zijn in het seizoen, moet Ludo op een gegeven moment kiezen. Wat ga je nou doen? Ga je je kleinzoon redden? Dan moet je dat schilderij verkopen. Maar ja, Ludo is ook een trotse man. En daar zijn we dan even gestopt. We hebben een heel klein audiofragmentje van het nieuwe seizoen. Ja. En die kunnen we nu laten horen. Oh, wacht hier. Jullie mogen niet aan boord. Wat? Waarom niet? De sporen worden zeker gesteld. Sporen? Wat voor sporen? Kun jij hier iets meer duiding aan geven? Aan wat er hier... Ik hoor sporenonderzoek. En dan gaan we natuurlijk allemaal denken, sporenonderzoek naar wat, naar wie? Ik verder niks uitkrijgen. Bij die opnames was het niet. Je moet er gewoon kijken. Ah, sowieso, sowieso. Een van de grootste rivalen van Ludo, we hebben het net al even over gehad, was de geraffineerde Boeien Galema. Het is 20 jaar later. Tanja, word je hier nog steeds op aangesproken? Ja, nog steeds. Ik kreeg ook wel regelmatig mensen die mijn brief stuurden van, nou, ik vond het zo'n leuke naam, ik vind het zo leuk, ik heb mijn dochter ook zo genoemd. Echt? Dus dat is wel heel geestig. Heb ik impact gehad, ja. Zo heb ik ooit in Amsterdam, liep ik op straat, er komt een beeldschoon meisje van een jaar of 18 naar me toe. En die zegt, dag, ik ben uw dochter. Ik dacht, mijn god. Wat? 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 Waar zit die zwarte vlek? Waar weet ik iets niet? Waar heb ik iets heel erg fout gedaan? Maar toen zei ze, ja, ik was de eerste Nina. Wat bijzonder, ja. Ja, ja. Ja, je zei het al, er waren heel veel ruzies. Een van die, toch wel opvallende momenten was dat een fete tussen Boeien en Ludo volledig uit de hand dreigde te lopen. En oh, even gaan kijken naar die beelden. Ik wil weten of jij je zaakje zelf kan oplossen. Ja, dit weet ik nog wel. Ik moest ook rennen door dat bos, helemaal hysterisch. Ik heb me nog herinneren op blote voeten en alles. Ja. Ja. Jullie verhaallijn kwam tot een eind in Finland. Prachtige cliff was dat. Dat minder heel leuk om er aan te hangen, kan ik je vertellen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik heb daar trouwens nog één leuke anekdote over. Want Tanja hing natuurlijk aan die cliff en ze zat vast met 6 touwen, geloof ik. 1 touw. 1 touw aan een tuigje. En dat was de jongen die de soep kookte, die dat hadden ze om een boom geslagen. Ja. En die stond dat vast te houden. Oh, man. Was dat maar 1 touw? Dat was maar 1 touw. Nou goed. Kan ik me herinneren. Wat maar fijn dat je heb er ik nog bent. Gedramatiseerd. Ja. Dat kan ook. Je zit hier nog. Maar er moest ook een shot gemaakt worden van Boeien die eerste meters echt viel. Ja. En dat kon zij natuurlijk niet spelen. Dus er was een stuntman. En het was volgens mij ook die man die het eten maakte. Het was ook die stuntman. En daarvoor hadden ze een blonde pruik op die man gezet. En die hing dus aan een klif. En een van de opnameleider die nu onze regisseur is, die moest het teken geven dat deze figurant moest vallen. Dus hij zei, ik tel tot 3 en dan zeg ik go. Toen zei hij, oké, 3, 2, 1, laat Bon Jovi maar vallen. Met zijn lange haar. Wel bijzonder dat je dat soort dingen ook meemaakt eigenlijk. Ja, dat is heel serie. Gaaf. Dat is heel gaaf. Ja, en mis je het? Ja, weet je, bepaalde dingen mis je natuurlijk. Dat familiegevoel. Je hebt daar vrienden gemaakt en dat elke dag in feite bijna van de week daar zijn en met iedereen. En eigenlijk als er wat speelde in je privéleven, dan besprak je dat als eerste met je collega's. Want dat waren de mensen die je het meest om je heen had. Maar proef ik hieruit dat je het eigenlijk misschien wel jammer vindt dat jouw personage niet meer leeft? En dat je, zou je eventueel nog een nou, terugkeer... Ik heb de laatste tijd dat ik nog wel eens flirt met de gedachte nu dat ik ineens Babette weer terug zag keren en Cas. En ik dacht, oh, is toch ook wel weer gezellig of zo. Lijkt me toch ook wel weer grappig om nou, de wat overhoop te gooien. Hoe zou jij dat vinden, Erik? Ja, als Boeien weer even revanche kan nemen. Als tweelingzus of zo dan, want ze is dood, hè? Ja, I know, maar... Wat is dood in goede tijden? Zo kan alles, hè? Ja, Tanja, ik zie de hele tijd iets naast jou liggen. Jij hebt iets meegenomen. Wat is dit? Nou, dit is heel leuk. Dit zijn dingen die ik gekregen heb op mijn afscheid. Het zijn onder andere, en dit heb ik altijd bewaard, een boekje met allemaal leuke kaarten en plakseltjes. En dit vond ik ook heel leuk, die heb ik ook altijd bewaard. Het is een t-shirt met mijn eerste en mijn laatste tekst. Kijkt om en steekt haar hand op. 90. Dat was een bot op een schilderij. Dat was een veiling, weet ik nog. En dan was de laatste scène. 1936, scène 1, Boeien. Fantastisch, ja, dat was de cliff. Het is superleuk dit. Heel leuk.
Ja, ik ben heel benieuwd naar hoe het persoonlijk met jullie gaat. En ik ga beginnen bij jou, Erik. Want jij werkt niet alleen samen met Caroline. Het is natuurlijk ook jouw vrouw. En jullie hebben een prachtig bedrijf, Romancing the Globe. Kun jij vertellen hoe dat is ontstaan? Ja, zeker. Caroline en ik werken dus al 25 jaar via Goede Tijden met elkaar. En wij dachten, zullen we kijken of wij een reisprogramma zouden kunnen maken. Nou, we hadden een idee gemaakt. Dat heette Van Hier tot Tokio. Toen hebben we dat afgerond en hadden we de smaak te pakken. En toen heeft het... We kregen een baby, we hebben een huis gebouwd. Maar een aantal jaren later begon het weer te kriebelen. En eigenlijk zijn we sinds 2011 alweer bezig met Romancing the Globe. En dat is een productie die we ook echt helemaal gemaakt hebben. En leeft dit project nog steeds? Zijn jullie Jazeker, ja. Het is alleen nu door de coronaperiode onze reizen die we gepland hadden, die zijn natuurlijk gecanceld. Ja. En we willen heel graag doorgaan natuurlijk. Alleen we moeten ook kijken of het reizen zoals we met z'n allen ook gedaan hebben tot nu toe, dat we daar toch ook moeten op gaan letten in de vormgeving van ons programma. Ja. Dus het zal meer de nadruk zal komen te liggen op ecologisch en op het duurzaamheid van de bestemmingen. Hoe is dat dat jullie 24 uur per dag zo goed met elkaar kunnen werken, samen zijn? Dat lijkt me ook een uitdaging soms. Nou, dat is het gek genoeg niet. En ik weet ook niet hoe, dat is niet een afspraak die je maakt. Dat is gewoon iets wat we allebei prettig vinden. Ja. Toevallig gisteren hebben we elkaar een goeiedag gezegd, 's ochtends vroeg. En we gingen allebei onze kant uit vanwege het werk. En 4 uur later bellen we elkaar op en dan zitten we een uur aan de telefoon. Jeetje. Wow. En dan zitten we bij te praten over wat er in die vorige uren gebeurd is. Dus ik weet niet wat dat is. Dat is ook chemie. Ja. En Caroline en ik kunnen gewoon ook samen goed werken. Ja, inspirerend om te horen. Mooi. Ja. Ja, heel leuk. Tanja, wat ga jij doen deze zomer? Want je hebt net een coronacrisis overleefd met allemaal kinderen thuis lesgeven. Ja, dat is best wel bijzonder. Want wij, in tegenstelling tot Erik en Caroline, zien elkaar helemaal niet zo. Zijn niet dag in dag uit met elkaar samen. Charlie reist veel, is veel in het buitenland ook voor optredens. En nu ineens zit je bij elkaar en alles ligt stil. En we wilden eigenlijk naar Bali gaan deze zomer. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet door. En nu denken we, nou oké, dat wordt een vakantie in eigen land. Ja, dus jullie gaan gewoon hier in het land blijven. Ik ben bij mij in de wijk op het meertje aan het suppen. Ja. Met mijn hondje op mijn sup. En, dat is ook heel leuk. Ontdek je plekje. Zo is het. Hartstikke leuk. Tanja en Erik, ontzettend leuk dat jullie te gast wilden zijn hier vandaag. Wat een prachtige verhalen heb ik gehoord. Echt geweldig, dankjewel. We zijn er volgende week natuurlijk weer met Goede Tijden, Zomertijden. En dan heb ik hier bij mij aan tafel te gast Everon Jackson Hoy. En die gaat hopelijk een kleine spoiler geven over wat er na de zomerstop gaat gebeuren met de verhaallijn van Bing en Nina. Wat gaan we allemaal kunnen verwachten? En te gast, soapveteraan Barto Braat. Oh, leuk. Nou, daar kijk ik persoonlijk heel erg naar uit. Hij heeft natuurlijk ongetwijfeld allerlei prachtige verhalen te vertellen. Dus ik hoop dat je ook mee gaat kijken. Volgende week Goede Tijden, Zomertijden. Tot dan.